In deze video wil ik je laten zien welke rekenvaardigheden je moet hebben als je met verbanden moet gaan rekenen. En dat ga ik je laten zien met een aantal voorbeeldjes. Laten we met het allereenvoudigste voorbeeldje beginnen. Ik heb een voorwerp, een bol, en die heeft een bepaalde straal. En ik vergelijk die bol met een grotere bol. En die heeft een andere straal. Dit is kleine r, dit is grote r. En we zeggen dat de grote r 2 keer de kleine r is. Dan kan ik spreken van een vormfactor. En die wordt soms wel eens k genoemd. Dat de vormfactor 2 is. Als ik nu weet wat de oppervlakte is van de kleine bol, dan is de vraag wat dan de oppervlakte is van de grote bol. Ik heb een formule voor de oppervlakte van een bol. A is 4 pi r kwadraat. Als ik twee voorwerpen ga vergelijken met elkaar, dan wil ik naar een evenredigheidsnotatie toe. En dat betekent dat ik in deze formule de dingen die hetzelfde zijn, kan weggooien. Die hetzelfde blijven. En dat is in dit geval de 4pi. Die gaat gewoon niet meedoen in een evenredigheidsnotatie. De r is niet hetzelfde en de oppervlakte natuurlijk ook niet. Maar ik kan hieruit het volgende halen. En wat wil deze uitdrukking nu zeggen? Als ik de straal 2 keer groter maak, dat betekent dat de oppervlakte, en dan ga ik die factor waarmee de r aangroeit invullen op de plek van r zelf, dat betekent dat de oppervlakte 2 kwadraat keer groter gaat worden. En dat is 4. En dit is dus een regel die we uit ons hoofd moeten weten. Oppervlakte gaat met k kwadraat. En als we nu praten over het volume van de bol. Voor het volume hebben we deze formule. 4 pi r tot de derde. Laten we eens de andere kant op werken. Als ik van de grote bol weet wat het volume is, wat is dan het volume van de kleine bol? Hoeveel keer groter, kleiner is dat geworden? Nou, vanuit hier kan ik weer de volgende evenredigheidsnotatie opschrijven. V is evenredig met r tot de derde. En dit betekent dus dat als r 2 keer groter wordt, dat v 2 tot de derde is 8 keer groter wordt. Maar het werkt natuurlijk ook andersom. Als die r 2 keer kleiner wordt, dan wordt het volume 8 keer kleiner. En deze moeten we dus ook weten uit ons hoofd. Volume gaat met die vormfactor tot de derde macht. En hoe zit het nou met de massa van de kleine en van de grote bol? Van de massa weet ik het volgende. Dat is de dichtheid van het materiaal keer het volume. Als we weer deze twee bollen gaan vergelijken, dan is dat hetzelfde materiaal. Dus die rho die gaat weer weg in zo'n evenredigheidsnotatie. En dan kan ik zeggen m is evenredig met het volume. Als twee grootheden onderling evenredig zijn, dan kunnen ze in zo'n evenredigheidsnotatie op elkaars plek worden ingevuld.
En dus als ik weet dat het volume evenredig is met de r tot de derde, dan kan ik dus zeggen dat massa dat ook is, als massa en volume onderling evenredig zijn. En dat is een derde regel die we moeten weten. Nu gaan we het een beetje anders bekijken. Laten we zeggen dat ik van de kleine bol het volume weet. V1 is 2 kubieke centimeter. Dan weet ik ook van de grote bol zijn volume, laten we zeggen 10 kubieke centimeter. En nu is het de vraag, hoeveel keer grotere straal heeft die grotere bol? Nou, vanuit hier kan ik wel herkennen dat dat volume 5 keer groter is geworden. En dan pak ik deze erbij, want ik weet hoe die vormfactor en het volume met zich tot elkaar verhouden. Het volume is dus 5 keer groter geworden. Wat betekent dat dan voor de straal, voor die vormfactor? Dat betekent dan dat k tot de derde ook 5 keer groter is geworden. En dat betekent dat k zelf 5 tot de macht 1 derde. Een derde machtswortel is dat. 5 tot de macht 1 derde groter is geworden. Dat is 5 tot de macht 1 groter 3. Dat is 1,7 keer groter. Dus als ik weet wat de straal is van de kleine bol, die is bijvoorbeeld 5 centimeter, dan weet ik dus met deze factor dat de straal van de grote bol 5 keer 1,7 is. En dat is 8,5 centimeter. En dan als laatste voorbeeld. Als ik nu van de oppervlakte weet het volgende. De kleine bol heeft een oppervlakte van 4 vierkante centimeter en de grote bol heeft een oppervlakte van 12 vierkante centimeter. En de vraag is nu, als ik je de massa geef van een kleine bol, 100 gram, hoe groot is de massa dan van de grote bol? Hoeveel gram is dat? Nou, je ziet hier dat A en M nog niet in een evenredigheidsnotatie met elkaar staan. Maar dat kunnen we wel bereiken. Ik kan namelijk deze uitdrukking anders opschrijven als volgt. K wordt evenredig met wortel A. En die A die schrijf ik dan wel zo op als A tot de macht half. Dan doe ik hetzelfde hier. Hier kan ik zeggen K is evenredig met de derde machtswortel van M. Oftewel massa tot de 1 derde. Wat volgt hier nu uit? Want k is natuurlijk gewoon k. Dan kan ik die a en die m zo aan elkaar gelijkstellen. Dan kan ik nu deze uitdrukking verder uitwerken. Die wortel a wordt een a door te kwadrateren. Dan moet ik aan de rechterkant ook kwadrateren.
En dat wil zeggen dat hier dan 2 derde staat. En ik kan deze uitdrukking ook andersom opschrijven. Massa is dan evenredig met. En dan klapt die exponent om, wordt 3 tweede. Laten we even kijken naar de informatie. En dan ontdekken we wel welke relatie we nodig hebben van deze twee. Ik weet van de oppervlaktes dat hier de factor 3 is te herkennen. Grote oppervlakte is dus 3 keer groter. En nu is de vraag dus, hoeveel keer groter is de massa dan geworden? De factor van de oppervlakte is 3. Die kan ik op de plek van A zelf invullen. Dan staat hier 3 tot de macht 3 tweede. 3 tot de macht 3 gedeeld door 2 is 5,2. En wat wil dit nu zeggen? Dit wil zeggen dat de massa 5,2 keer groter is geworden. En als de kleine massa 100 gram was, dan is de grote massa dus 100 gram keer 5,2 en is dus 520 gram